Ja, hallo, 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 hallo. Welkom hier bij Dream the Gaming. Hartstikke mooi dat jullie weer eens langskomen. Ja, moet op. We gaan hier een stukje Farming Simulator 22 doen. Ik zie dat mijn camera een beetje flikkert zo nu en dan. Nou ja, dat geeft ook niks natuurlijk. Zolang die flikkert is het teken dat hij het nog wel doet. Maar als hij helemaal niks meer doet, dan doet hij het niet meer. Goed, de eerste aflevering op deze map, dames en heren. Ik heb... de video van de rondleiding, zeg maar de flyover, noem maar op. Map toe, weet ik veel hoe je het wilt noemen. Staat al online, dus. En hier het vervolg op de eerste ronde. En de combine is al bezig met tarwe oogsten. Zoals je een beetje bovenaan kunt zien, rechtsbovenin staat hij op cosplay. Dus. Ja. En die moet even leeggemaakt worden, dus dat gaan we nou even doen. Je hebt een mini karretje bij. Ook mooi, hè? Hé, hey, toppie. Dat verdient wel weer een dikke duim, dacht ik. En dan hoop ik eigenlijk dat dat hier een beetje in wil. Zou leuk zijn, natuurlijk. Ja, ja. Mooi. En dan gaan we daarna, als die combine weer bezig is, gaan wij dus een beetje met de knipmachine aan de gang, denk ik. Een beetje gras. Kort weekend. Is een beetje het idee. Ja. Ben benieuwd. Ga er nou gewoon poging doen, dames en heren. En, ik hoop dat we dit een beetje van de grond af krijgen zo. Huh? Beetje draaien, een beetje moe en de loop. Ach, wow. Oh. De eerste kras is alweer een feit. Mooi man. Zo, ik kan er in elk geval in, zoals we alweer zien. Beste kar vol, lijkt het ook wel weer. Maar hey, dat geeft ook allemaal niks, hè? Hartstikke mooi. Ja hoor. Combine leeg, kar vol ongeveer. Ja. Daar rijden we mooi verder. Oosten weet dit alvast eventjes. Hoppatei. Dan kan ik daar langs de kant. Dat gaan we ook doen in mijn andere route. Oh, niet door het gewas, joh. Klein stukje schild weer oogsten. Zo mag je eigenlijk niet denken. Maar voor deze keer doe ik het stiekem wel in. Niet doorverteld, hè. Ons geheimpje. Zo. Oh, met een kleine Dutch DX120. Ja hoor. Heel mooi. En zo. Oh, la balla balla. Oh ho. Zo. Nou. Oké dan. Goed bezig. Helaas kleine haperingen, nog wel zwaar, maar niet erg wordt dit, dames en heren, dan doe ik het ervoor. Ja, wanneer mag ik keepen dan? Of mag ik hier niet keepen? Ja, toch. Nee dus, kan er nou weer. Gaat er dus nog geen hydrauliek of iets aan staan, dus. Een aftakkaars, geloof ik zelf. Oké, geen probleem, ik zeg verder niks. Het is goed. Zo, dan gaan we even met de vent apart. Ook een leuk dingetje. De 515Z Turbo Shift. Ja, met een mega grote grasmaaier. Ja, het is echt waar, de Hadi. Volgas, alsof er niks is.
uit te klappen. Die is de stek uit erin meer. En die zat er al in. Voor u. Als hij ook al. Ik heb gewoon weer geen geduld. Maar dan ook natuurlijk. Hoor eens. Is dit leuk of is dit leuk? Het is toch leuk dan? Geinig. Hoor hem eens. Hij is helemaal wild. Geweldig, dat verdient een dikke duim, vind ik. Of niet dan? Het is wel heel hoog, die duim. Het ging zwart plafond uit. Dat is geen dikke duim, maar een hoge duim. Dat is toch lachen? Heel mooi. Hier geniet ik wel van, moet ik zeggen. Ja. Ik vind het wel wat hem. Ik heb mooi een beetje gras maaien. Het duurt wel eventjes. Geen brede maaier. Maar het gaat wel mooi. Ja hoor. Een keer totaal wat anders, man. Helemaal leuk. Fijn. Blij dat het werkt ook. Ja. Tjaka tjaka tjaka. En de tarwe wat mooi geknipt. Dus kun je daar ook nog weer pakjes van persen, zeg maar, van de stro wat er vrij is gekomen. En de tarwe kan maar mooi bij de kippen worden gebracht of wat dan ook. Helemaal te gek. Helemaal mooi. Ja hoor. Dat doet hij mooi. Hartstikke idee. Schitterend. Ik heb er geen andere woorden voor. Helemaal geweldig. Dikke prima. Hou niet aan. Verzinnen dus. Dat straks de combine ook wel even weer gelegen moeten worden, denk ik. Kijk dan toch, hoe mooi hij dat trap knipt. Leuk. Rij ik eigenlijk verkeerd, hè? In principe. Ik rij nou over het gras in wat nog gemaaid moet worden. In principe had ik eigenlijk de baan terug moeten pakken. Dat kan ik straks wel even doen. Dan rijd ik al over het gemaaide heen, zeg maar. Dat is eigenlijk een klein beetje het idee wat, ja, hoe het eigenlijk dan zou moeten. Maar goed. Voor nu is dit nog niet zo heel erg. Zo.
Als wij weer op de voorkant zijn, dan gaan we eerst even weer de combine legen. Dat moet even gebeuren, dan kan die ook weer verder. Weer doorgaan met het oogsten. Lekker man. En zo dan. We zijn alweer bijna rond. Da-da-da-da-da. We zijn er bijna. Ja, dames en heren. Het is echt waar. Het is een feit. Ja hoor. Zeker weten. Wat vinden jullie van deze map? Enorm benieuwd wat jullie ervan vinden. Kijk, dan gaan we straks gewoon zo weer terug. Zie, dan rijd ik er gewoon mooi netjes in me langs zo. Super. Maar eerst even de combine lossen. Althans, men noemt het een combine. Het is eigenlijk gewoon een heel klein, mini dingetje. Nee, die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Zo, gaan we hier binnen door. Lekker kort. Kom op, een beetje gang erop. Ja hoor. Klein beetje Formule 1 stijl. Zit er nog een klein beetje in natuurlijk. Maar dat geeft niet. Heeft ook zo zijn charmes weer. Ja hoor. Dat is zeer zeker waar. Hoppatee. Ik heb de windakkertjes heb die al mooi twee keer even gedaan. En nu zie je mooi heen en weer aan het oogsten. En zoals we zien is het 1, 2, 3, 4 en 5 baantjes heeft hij er afgehaald. Welke kant zit het pijpje? Die zit hier. Dan komt hij maar. Netjes aan de kant gegaan. Toppetje. Ben goed bezig. Zeker weten. Heel mooi. Ja hoor. Schitterend. Hartstikke idee, klaar weer. Brengen we dit weer weg. Wij daar, of zij kan dan weer lekker verder. Oogsten doet ze trouwens ook knap op die manier. Ik ze op aan te merken. Dikke duim ook voor haar. Zo. Ik wil merken dat het een hop top zomerdag is, want het zonnetje brandt er goed op. Hij verlicht de hele boerderij goed. Ik kan er niets van zeggen. Zo, mijn zwaailamp weer goed. Oh, die moet aanblijven, anders lukt het niet. Krabjas. Ja. Wat we ook kunnen doen, is dat ik nou op de maaier een klein stukje zelf doe en dat ik hem dan even op cosplay knal. Misschien leuk. Dan gaan we zelf nog even met de Fiat, die ik ook gekocht heb. Heb je in de rondleiding video niet gezien.
En dan ga ik daar dan even, als het leuk is, denk ik even de. Hoe heet dat? De ballen per se even achter knopen. Was mijn idee dan. Eigenlijk, ja. Ik ben wel geinig. Hoppatee. Dan zijn we lekker op dreef. Heerlijk. Weer een goed begin zo met deze nieuwe farm. Ik ben blij dat ik het gedaan heb ook. Daar word ik wel blij van. Ja, dit vind ik mooi. Oh, mooi. Leuke machine, zo'n beetje ouderwets spulletje erbij. Heerlijk. Hier iets heel anders dan dat moderne, grote en moderne spul en zo. Wat wel weer inhoudt, inderdaad, dat je er wel wat langer bij zit dan, nou ja. Dan met dat moderne en dat grote spul natuurlijk. Maar hey, oh, manipulatie niet drukken. Dit heeft ook zo zijn eigen charmes, ja hoor. Gaat mooi. Dat gaat lekker. Hoppatee. Moet dat nog een keer gehard worden. Dan zouden we hier in principe kelvoer baltjes van kunnen maken. Moet even inwikkelen nog als het geperst is. Nou, dat is ook niet het meeste werk, hè. Is ook zo gepiept. Ja hoor. Daar ben ik niet zo bang voor. Dat komt wel voor de bakker. Zeker weten. Echt waar hoor. Ja hoor. Geen twijfel over het mogelijk. Dit. Hartstikke idee. We gaan nog even ook een stukje tarwe oogsten. Zelf even met deze mooie bison. Ouderwets, gek, mooi, leuk. Apart, geinig, leuk, grappig. Knipmachientje. Ja toch? Hartstikke mooi. We hebben knipmachine. Op het gras hebben wij even een helpertje gezet. Hul maar. Zo. Laten we even de combine nog even legen. Ja. Dan gaan we de volgende keer gewoon lekker verder. Dit stukje moet ik dan zelf nog even een keer bijpakken. Geen enkel probleem, gaat ons lukken. Maar dat is voor later. Wat wil ik zeggen? Oh ja, dan maken wij dit nog even. Even mooi. Ja. Afoogsten, zeg maar. En dan kunnen wij in de volgende ronde kunnen wij hier dus de stro in pakjes gaan persen. En dan dat gras daar ook kunnen wij dan gaan pelken harken. Zwaard, zwiel, hoe je het ook wilt noemen. Op rij mag ook. Ja, kan alle kanten op eigenlijk zijn. En ja, dat is eigenlijk een beetje het doel, het idee. Ik hoop dat het allemaal ook een beetje gaat lukken. Hoe ik het bedacht had, nog goed plan. Ook zien als de uitvoering uiteindelijk ook zo is, hè. Dat is al even weer het dingetje natuurlijk. Zo. Dat betekent de beeld opkomen, jongen. Zo. Ik kan daar wel even blijven staan, uiteraard. Ik denk dat ik het nou wel gaan redden met de tank. Zo, de buis weer naar binnen. Ja hoor. Nou, kijk eens aan. Maar dat is dus een klein beetje het doel. Deze strooswaren in pakjes persen. Dan dat gras daar even bij elkaar harken op rij. En dan daar uiteindelijk ook weer balen van maken. En inwikkelen.
Maar hebben we ook al wat kuil en noem maar op voor de dieren uiteindelijk. Ook erg belangrijk natuurlijk, hè. Ook die beesten willen eten. Het is misschien wel even een dingetje dat je ja, wat meer in de balen terechtkomt in het begin misschien wat. Maar hey, ja. Het hoort ook een beetje bij het boer zijn dan, hè. Ook digitaal hetzelfde verhaal. Dus het moet toch even gebeuren. En zolang het weer toelaat, moet er ook echt wel een beetje van nemen, dacht ik zo. En als het allemaal klaar is, dan... wou ik nog zeggen? Geen idee eigenlijk. Ja, als dat dan klaar is, dan kunnen wij ons weer verdiepen hier in het andere werkzaamheden. Wil ploegen, of ja, zeg maar. Cultiveren, mulcheren, ja, van alles kunnen we dan nog doen. Sterk genoeg, laat het daar maar op houden. Hartstikke idee, bam bom, bang bang bom. Ja hoor. La 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 la. Zo. Ik vind het een leuk machientje. Het is wel een oud dingetje, een klein, maar ik vind het wel echt geinig om te doen zo. Alleen wel heel veel tijd aan versleten, dat kan weer wel, maar oh, hey, dat maakt niet uit. Het is in ieder geval wel een leuke manier om je tijd te versleten, hè? 100%. Af en toe heel vreemd flikkerend beeld heb ik het idee. Maar hey, ik weet ook niet hoe het kan. Ik heb ook al één dag lang bezig geweest met instellen van grafische dingen. Sinds mijn monitor, mijn game monitor weg is voor reparatie. En ik het nou even weer met deze monitoren moet doen, krijg ik het niet echt lekker aan de draai. Maar, ik moet wel zeggen, zoals het nu gaat, kan het er wel mee door, ja. Tenminste naar mijn idee zo, ja. Het is geen akelig iets of zo op dit moment. Je kunt het wel wat zien zo nu en dan, dat hij wat flikkert en weet ik het. Maar, tenminste mijn gameplay, ik weet niet als hij in de opname ook zo doet natuurlijk. Wie weet doet hij daar niet, dat zal leuk zijn. Kijk nou weer. Wat het is weet ik niet, maar... Ik weet alleen dat dat akelig is. Zo, brengen we deze op huis aan. Die heeft zijn dingetje wel weer gedaan, deze grote vriend. Ja, grote vriend. Zo groot is die nou ook weer niet, natuurlijk. Die is onze kleine vriend. Ja hoor. Kom al het werk. Ja hoor. Ja, ja, ja. Of cosplay. Leuke woordgrap. Heel bedacht, die hoek van mij. Waarom ga ik hier langs? Ik heb geen idee. Die dom. Pots. Zo. Heel mooi. Zo. Zetten wij die daar weer neer? Ja, hoppa. Hartstikke idee. Heel mooi. Ik ga gauw snel dit doen. Oh, nou ja, heel snel. Dat kan we niet meer. Moeten we eens opslaan. Het boefje. Zo, gaat dit nog even in de tank groeien. In de silo. Dan laten we Hobby Bob gewoon nog even doorrijden. Dan gaan wij... Oh, kom maar hier, bijna 9:30, een minuutje. In de game dan weliswaar. Dan gaan wij eens even lekker naar de bak koffie. Even de schaft der schaften, even beschaften. Heel belangrijk, pak je stoet. Doet goed. Zo. Heel mooi. Oh. Keurig chauffeur.
Zo, nou dan gaan wij dat eens doen. Dan deurtje hem dicht. Nog hem. Ja, dames en heren, dat was hem voor nu eerst weer. Hartstikke leuk wel. Misschien wat geinige dingetjes bij tussen gekomen. Wat stunts, ja. Ja, dat Dreamteam, dat maakt mij uniek, hè. Zo is het ook nog eventjes weer. Ja hoor. Ik geef hem een plakstoet. Wij gaan dan de volgende opname doen. Of die ga ik nu niet doen, misschien. Of misschien ook wel. Geen idee nog. Maar in de volgende gaan wij bezig met, ja, een beetje harken. En strobalen maken. Ja, ik heb er wel zin aan. Mooi met bandpersje op pad. Heerlijk. Mooi weer erbij. Goed, ja, dat is het. Dames en heren, ik hoop dat jullie het ja, leuk vinden. Ik vind het wel weer leuk. Ik vind het geweldig zelfs. Het is gewoon allemaal top. Ik zou zeggen dikke duim. En als jullie het vinden, knal ook even die dikke duim omhoog onder de video. Wordt gewaardeerd. Dat is hartstikke mooi. En vergeet niet te abonneren uiteraard. Als je dat nog niet gedaan hebt. Geel gratis. Rode knop onder de video. Eén klikje en het is al geregeld. Niet verplicht, maar wel hartstikke mooi. En dan zou ik voor nu willen zeggen hartstikke bedankt dames en heren voor het kijken. Naar deze video. De nieuwe op Sint-Calais. Of Calais. Ik weet nog steeds niet hoe het uitspreekt. Ik doe een poging tot, we noemen gewoon alles. En ja, hartstikke bedankt nogmaals gewoon. En kom hier als goed is naar twee filmpjes in beeld. Kun je nog hem bekijken of niet, wat je zelf wilt. En dan zie je elkaar bij de volgende video. Mensen, bye bye. En zwaai zwaai, dikke duim. Yo, en blijf gezond hè. Alle belangrijkste hè. Yo.